Nou lijkt het me al duidelijk dat dit alles met voetbal te maken heeft. Ja. Maar daar wil ik het zo meteen pas over hebben. Ik wil het eerst eventjes echt specifiek over jou hebben. Hoe lang zit jij nou in het vak? 23 jaar. 23 jaar. Ja. En wat blijft er nou, dat vraag ik dus aan iedereen altijd, want ik vind het zo opmerkelijk. Want het is heel hard werk, het is heel vaak optreden, s'avonds en rijden en fans en weet ik wat allemaal. Wat blijft er nou toch zo leuk? Is dat hetgene wat juist die kick geeft? Jawel, wat op het ogenblik het leukste is eigenlijk, dat zijn de concerten die ik nu steeds meer ga doen. Maar dat ga je meer doen juist? Ja, om toch iets met het kleinere werk iets opzij te zetten. Dat wordt toch wel een klein beetje een sleur, vind ik nu op de laatste. Discotheken waar ik al 20 jaar kom en zo, dat weet je, dus dan wil je iets anders. Dus zoals nu gaan we 4 of 5 augustus samen naar Spanje. Dan doe ik als eerste Nederlander 2 concerten in de arena. En twee keer een hooi doen we ook weer. Dus dat zijn eigenlijk weer leuke dingen. Dat is eigenlijk weer helemaal nieuw. En dan ben je eigenlijk weer met een heel nieuw leven bezig. Dat kan ik me voorstellen, ja. Inderdaad. Want het is ook helemaal niet onsympathiek bedoeld dat je het op een gegeven moment zat. Nee, beslist niet. Ik doe het ook wel. Maar het is een keer, je hebt toch iets anders nodig. Als jij, ik zou maar zeggen, 23 jaar aan het lopen op de band staat. Dan ben je moet eieren inpakken. Dan ben je blij dat je, ja, die dozen met die eieren mag afhouden. Nee, maar het is gewoon wel, ja, zo. Heb je helemaal gelijk in. En dus dit is even een verandering. Dus je voelt je meteen weer helemaal bij. En die concerten, dat komt een heleboel bij kijken. Hou je dat allemaal zelf in de hand? Wordt dat, ja, dat uitbesteld? Hoe gaat dat dan precies? Hoe organiseer je dat? Nou, ik doe dat met twee jongens uit Rotterdam. Daar doe ik in principe al mijn concerten mee. Daar ben ik ook mee begonnen. Ik ben ook de eerste Nederlander die al hier gedaan heb. Dat weet niemand, maar dat is wel zo. Dan weten we het nu, even voor duidelijkheid. Ja, André Hazes het eerste in Ahoy. Ja, daar ben ik toch trots op. Ik was toch de eerste die borst. Maar dat heb ik ook met die jongens gedaan. En we hebben de laatste nu vorig jaar 27 oktober gedaan. Dat was ook een gigantisch feest. Dus ik doe dat met z'n drieën doen we dat, maar ik zit inderdaad met mijn neus bovenop. Dat moet ook wel, want als er iets fout gaat, dan moet je verschrikkelijk keihard gaan werken. Maar ook, ik heb ze zo gek gekregen om dus gewoon de maloot uit te hangen voor de camera met vlaggetjes. Ik heb het zelf niet gedaan. Met vlaggetjes op mijn wangen en weet je, haren geschilderd en weet ik veel. En dat was, daar zet aan de onderdirecteur alles bij, weet je wel. Dus, dat vond ik wel grappig eigenlijk. En ook, maar de hele clan van IMI heeft zo leuk meegedaan. We hebben er verschrikkelijk veel plezier gehad. Ik heb toen ook nog Barend in mijn dorp gedaan. Toen was het ook het hele zootje, wist ik niet eens. Had ik wel zo'n groot koor achter me, stond het hele zootje van IMI weer achter me, weet je wel. Ja, dat is leuk. Dus dat geeft je zoveel poes, weet je, dat je zelf ook achter moet staan. En dan doe je er ook veel voor. Dus het is ook echt een videoclip die helemaal in de stemming gaat passen. Ja, en gewoon van ons allemaal, van ons hele ploegje IMI. En dat is leuk. En ik zei net van, ik heb zelfs vlaggetjes op mijn wangen laten schilderen. Nou, dat kunnen jullie zo meteen hoor, ook. Ik niet hoor. Nee, jij niet. Jij bent ster, hè? Dan hoeft dat niet. Nee, ik hoef er niet thuis te komen uit het deze huis, mevrouw. Maar deze gaan we wel weggeven, zodat de mensen thuis ook allemaal vlaggetjes op hun wangen kunnen tekenen. En t-shirts en petten en singeltjes. Maar dus eerst eventjes de videoclip van André Hazes. Van heel de wereld staat oranje in een rij. Zelfs de zon gaat verder schijnen om vanavond oranje te zijn. Het Wilhelmus hoor je klinken. Ze luisteren of zingen zachtjes mee. De spanning op hun gezichten, blank en zwart, maar nu echt recht door zee. Ja, we zijn nu één familie. We gaan strijden om de hoogste. De kleur van ons oranje, die ons zo gek maakt als een dolle stier. Is het het sjaaltje of is het het vetje? Is het het land met het beste bier? Waarom kunnen wij nu velen dat die ene anders is dan hij? Ja, iedereen heeft zijn eigen clubje.
nog lang geen afscheid nemen. Afscheid Volumia is trouwens een van de favorieten van André. Dat heb ik net verteld. Op dit moment zeker. Dus dat is ook weer mooi dat dat erin zit. En we hebben net ook gekeken naar jouw videoclip. Die hoort bij deze single. Ik kan hem niet laten zien, want er zit weer groen in. Nederland, Oranjeland. En ik zei net al, ik kan hem niet laten zien, want er zit groen in. En dat gaat niet met het programma. Maar dan zie je dus een tekeningetje van André op het voetbalveld. En die gaat een haantje onderuit schoppen. Nou ben ik een voetballeek. Echt, totaal. Dus leg jij even uit wat de achterliggende gedachte is. De echte interlandkenners weten dus gewoon dat zoals de Belgen rode duivels heten, heten de Fransen de haantjes. En het gebeurt ook bijna altijd dat als Frankrijk begint te voetballen, dat er een haan op het veld loopt. Dus wij hebben een haantje zo getekend dat ik die bal een schop geef en dat het haantje te prettig geschopt wordt. Dus dat betekent dat we Frankrijk verpletteren. Aha. Gewoon, yes, weet je wel.